Maak met ons pizza voor de kinderen. Je kunt kant-en-klare pizzadeeg vinden bij de supermarkt. Wij hebben deze van de koop, maar je kunt het ook bij de Albert Heijn halen. Er komt ook een tomatensausje bij, dus dat is wel zo makkelijk. En er zit ook onder bakpapier, dus dan rooi je hem zo uit en dat is eigenlijk heel makkelijk om te maken. Je kunt met een eetlepel de kinderen het tomatensaus laten uitsmeren. Om het zo leuk mogelijk en eerlijk mogelijk te laten gaan, mochten ze beide één helft doen. De een kreeg de linkerkant, de ander de rechterkant. En daarna hebben ze lekker kaas eroverheen gedaan. Volgens mij hebben ze echt alles erop gedaan, dus het was helemaal vol met kaas. En vervolgens gingen de salami plakjes op. Wij hebben deze toevallig bij de Turk gescoord, omdat er pizza salami op stond, dus dat kwam natuurlijk goed uit. Het kan natuurlijk ook andere salami zijn, hè? Ben je vegetarisch, hoef je helemaal geen salami te gebruiken. Kan je ook gewoon groentes op doen of andere dingetjes op doen. De kinderen waren helemaal happy. Het ging daarna de oven in, ongeveer 15 minuutjes. En daarna hebben we natuurlijk echt gesmuld. Super lekker.